Vandaag is het dan eindelijk de dag dat we Las Vegas verlaten. Storm Hillary is verdwenen en de zon schijnt weer. Deze dag hebben we een hele lange reis voor de boeg. We rijden namelijk van Vegas naar Sequoia National Park. Een van de parken die hoog op het verlanglijstje stond. Na een flink stuk rijden maken we een tussenstop in een plaatsje midden in de Mojave-woestijn, genaamd Baker. Het dorpje met de grootste thermometer ter wereld. Vroeger was Baker een favoriete tussenstop voor gokkers op weg naar Las Vegas. Toen auto's nog geen airco hadden, was dit namelijk de ideale plek om af te koelen. Maar met de opkomst van auto's met airco nam de populariteit van Baker af. De zakenman Willis Heron, eigenaar van restaurant Bun Boy, besefte dat er iets gedaan moest worden om Baker weer op de kaart te zetten. Daarom liet hij in 1991 de grootste thermometer ter wereld bouwen, een toren van meer dan 40 meter hoog. Om de thermometer te laten bouwen moest hij maar liefst $700.000 neerleggen. Nadat we onze weg hadden vervolgd, kwamen we langs een verlaten energiecentrale. Een toffe plek om nog even met de drone te vliegen. Halverwege onze reis naar Sequoia zagen we met onze eigen ogen dat Storm Hillary zeker voor schade had gezorgd. De snelweg was namelijk afgesloten omdat er een gedeelte van de weg was weggespoeld. Gelukkig konden we na een niet al te lange file de afsluiting omzeilen. Vlak voordat we aankwamen, genoten we nog even van een prachtige zonsondergang boven de meer tussen de bergen. Vandaag is dus helemaal niks gevlogd. We gaan nu snel een spelletje uitpakken. We zijn aangekomen in Three Rivers. Dit is geen geschikt moment om te vloggen. De drone is net gecrashed helaas. Het is een beetje een moeilijke dag, maar we zijn er. Dus we gaan nu spullen naar de kamer brengen. En na een heerlijke pizza sloten we de dag af.